Ja, je houdt je eigenlijk bezig met het ontwikkelen van nieuwe programma's, maar ook het doorontwikkelen van bestaande programma's. En daarnaast in de tussentijd ben je natuurlijk ook bezig met de kwaliteitsbewaking van, zijn de bestaande programma's nog up-to-date? Kan er nog iets geactualiseerd worden? Kan er iets verbeterd worden? En dat is eigenlijk een constant proces. Nou, als productmanager hou je eigenlijk bezig met de inhoudelijke, maar ook de functionele dingen omtrent alle onderwijsproducten die wij hebben. En met onderwijsproducten bedoel ik dan, we hebben bijvoorbeeld onderwijsprogramma's die op scholen worden gedraaid. En deze programma's zijn ook vooral voor bedoeld om de jongeren zeg maar ondernemender te maken. Ik hoop dat de collega innovatieve ideeën heeft, daarbij ook zeg maar een beetje outside the box durft te denken, dus onderwijskaders misschien, maar ik hoop gewoon dat diegene ook ervaring heeft met het ontwerpen van leermethodes. Dus bijvoorbeeld ervaring heeft in het onderwijs of bij een trainingsinstituut. En dan weet hoe je die blokken eigenlijk opbouwt. Zodat een lesmethode een mooi geheel wordt die vanaf begin tot einde ook klopt. En dat diegene daar kennis over heeft van hoe trigger je die doelgroep. Want het is heel belangrijk dat diegene die kennis heeft over de didactische dingen, dus de leerstijlen, hoe iemand leert, maar dat hij dat weet terug te brengen en te vertalen naar de doelgroep. Dus die brede doelgroep die we eigenlijk hebben, dat zij aangesproken worden via die lesmethodes. Dus dat is gewoon ja, belangrijk dat diegene weet hoe je daarop in moet spelen. Dus dat is belangrijk, dat het aankomt en dat het echt aankomt. Ja, we zoeken wel zeker iemand die strategisch is, die naar niet alleen de tree kijkt, maar wel naar de hele trap, zeg maar. Dus dat hij weet van oké, daar gaan we naartoe. Maar de focus op de tree is ook belangrijk, hè? Want je gaat natuurlijk stap voor stap omhoog. Maar het is wel belangrijk dat diegene wel weet waar we naartoe gaan, maar ook hoe we komen. Als Credits zijn we natuurlijk een bedrijf. En toch als product manager voelt het alsof jij binnen dit bedrijf voor jezelf eigen baas bent met een klein stukje je eigen bedrijf. Want je houdt je dus bezig met de onderwijsprogramma's, maar ook met de trainingen. Daar is gewoon heel erg veel ruimte om dingen door te ontwikkelen. En daardoor voelt het eigenlijk zelf alsof je ook aan het ondernemen bent voor je eigen product.